Een partij van meer dan 500 kilogram cocaïne is gisteren te Krakka in het district Para verbrand. Politiewoordvoerder Milton Kensmill bevestigt dat de drugs afkomstig is uit de partijdrugs die is onderschept in een SLM-vliegtuig en diverse invallen in de periode van vrijdag 22 december 2023 tot en met zondag 10 maart. We hebben een aantal interventie-eenheden ter plekke gehad en gespecialiseerde eenheden van de politie. Je moet zich even denken. Het gaat om een grote partij drugs en sowieso dat de beveiliging van de politieambtenaren ter plekke, maar ook de overige die de verbranding mee wilden maken, dat er gezorgd is voor behoorlijk wat interventie-eenheden ter plekke om de veiligheid te garanderen van ieder. Vandaag is 575,8 kilogram cocaïne in vaste vorm verbrand. Hiervan is 546,7 kilo uit de SLM-zaak afkomstig en 29,1 kilo van verschillende politieoperaties. Verder is verbrand 5.382 milliliter cocaïne in vloeibare vorm, 10,6 kilogram marijuana, 25,1 kilogram hash en 50,7 gram methaan, meer bekend als soekroe. Bij delen van die samenleving, als dat de politie niet alle drugs verbrandt, zoals u net aangaf. Maar ik wil die gemeenschap geruststellen via deze microfoon. Kijk, een drugsverbranding doe je niet iedere dag. Het zou moeten gaan om een behoorlijke of een grote partij. Om die inspanning te plegen en nog dus rekening houden met de beschikbaarheid van personeel enzovoort. Om snel om over te kunnen gaan tot verbranden. Het is een hele procedure die afgenomen wordt, want het zijn niet alleen inspanningen van de zijde van de politie. Je hebt ook de mensen vanuit de gezondheidszorg die enige bijstand moeten verlenen. Je hebt mensen van het Openbaar Ministerie. Het is een hele keten van mensen die ter plekke aanwezig moeten zijn. De politiewoordvoerder zegt dat de politie druk bezig is met de opsporing van de verdachte in de zaak waarbij drugs is gevonden in het SLM-toestel.